Het Nationaal Leger zal haar surveillanceste water uitbreiden naar Marowijne en het Koppenamegebied, zei legerbevelhebber Werner Kuasen eerder deze week tijdens een persconferentie over de actualiteiten op het departement. De legerbaas stelt dat er veel doorzoekingen zijn geweest bij vaartuigen. Tot nu toe hebben we 61 vaartuigen mogen inspecteren samen met de andere veiligheidsautoriteiten. En welke vaartuigen hebben we geïnspecteerd? Niet alleen vissersvaartuigen, maar ook zeilschepen. Allerhande vaartuigen zijn gecontroleerd. En zodoende hebben we 35 illegale mogen staande houden. Die zijn natuurlijk aangehouden door de politie. Verder hebben we ook nog één Braziliaanse schoener mogen staande houden of mogen aanhouden die smokkelwaar aan boord had. Dus zo ziet u wat de resultaten zijn van dit gezamenlijk optreden. En dit gaat worden voortgezet. Kuasen stelt dat de resultaten van de gezamenlijke samenwerking met de politie vruchten hebben afgeworpen. Van 25 tot en met 27 juni staat er een landmachtoefening gepland voor het gebied tussen Pikingsaron en Tibiti.